Beste mensen, fijn dat jullie allemaal zijn gekomen naar de tweede editie van UIF Live. Dat is een feest voor alle studenten die zijn afgestudeerd. Alle professionals die een baan hebben gevonden. Maar het is ook een feest voor alle onderwijsinstellingen die gevluchte studenten met schakelprogramma's succesvol hebben laten instromen in regulier onderwijs. Voor gemeenten en instanties die de ontwikkeling van kennis en talent van onze studenten actief stimuleren. Voor alle werkgevers die de stap hebben gezet om gevluchte professionals een kans te bieden. En natuurlijk is dit ook een moment voor iedereen die op de ene en andere manier bijgedragen heeft aan al deze successen. Familieleden, vrienden, donateurs, vrijwilligers, mentoren, samenwerkingspartners, UAF-collega's, noem maar op. Met deze prestatie hebben jullie jezelf en de Nederlandse samenleving een prachtig cadeau gegeven. Mag ik daarom een warm applaus, zoals het net Lucas heeft gepresenteerd, voor iedereen in de zaal. Gevluchte studenten en professionals, werkgevers, gemeenten, onderwijsinstellingen, UAF-collega's, donateurs, mentoren. Eigenlijk is dit een grote cocktail voor succes. Dus hopelijk gaan we vandaag nog meer proosten. We vieren vandaag dat we veel gevluchte studenten en professionals er wederom erin zijn geslaagd om een leuke plek te vinden in de samenleving. De ene is al wat verder dan de ander, maar in alle gevallen is er wel een mooi begin gemaakt. Jullie integratie is volop bezig en dat stemt mij hoopvol. Wanneer de termen integratie en vluchteling samen worden genoemd, klinkt dat meestal als een opdracht. Een opdracht aan de vluchteling. Integreren als opdracht. Is dat terecht? De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Abu Taleb, zei over zijn eigen integratie dat die in 3 stappen was verlopen. Stap 1, erbij horen en dus nieuwsgierig zijn. Gevluchte studenten en professionals in de zaal, dat waren jullie. Want jullie klopten het bij het UAF aan met de vraag of wij jullie kunnen helpen bij het ontwikkelen van jullie kennis en talent. Stap 2 is meedoen. Dus werken, belasting betalen, wederkerigheid voelen en beleven. Veel van jullie zijn al daarmee bezig of staan met jullie diploma aan de vooravond van jullie werkende leven. En stap 3, mede-eigenaarschap voor ons land tonen en je mede verantwoordelijk voelen voor Nederland. Bij deze 3e stap voelde Abu Taleb pas dat zijn integratie was geslaagd. Daar waren generaties overheen gegaan, zei hij. De politiek, de samenleving, de gevluchte studenten en professionals, iedereen wil dat de integratie lukt. Maar het punt is, het gaat niet vanzelf. Stap 1, erbij horen, erbij willen horen en nieuwsgierig zijn, moet uit jezelf komen. Maar voor stap 2 en 3 heb je anderen nodig. Als je wil meedoen, heb je anderen nodig die jou willen laten meedoen. Als je mede-eigenaarschap voor Nederland wilt tonen, moet je daartoe in de gelegenheid worden gesteld door anderen. Zomaar van een vluchteling verlangen om te integreren vraagt om een shortcut die in het feite niet bestaat. Het leek me goed en een goed moment om dit eens te benoemen, want we hebben vandaag met z'n allen alle groepen bij elkaar die kunnen bijdragen aan de integratie
van gevluchte studenten en professionals. Erbij willen horen en nieuwsgierigheid zijn is één. Maar werkgevers, gemeenten en de onderwijsinstellingen, de gevers die geloven in jou en je kansen geven, zijn minstens zo belangrijk. Ik ben hoopvol dat alle aanwezige kennis in deze zaal vroeg of laat zijn weg vindt en wordt ingezet. Kennis die we niet gebruiken is zonde. Tot zover de theorie. Afgelopen zomer tekende de Volkskrant het leven van 9 hoogopgeleide vluchtelingen op. In hun land van herkomst waren ze specialisten in de zorg. Allemaal relatief jong, maar te oud om in Nederland recht te hebben op studiefinanciering. Het hing daarom hun lot aan een gemeente af of ze wel of niet met de behoud van de uitkering mochten studeren. De Somalische huisarts Tahir had met een 2-jarige studie weer aan de slag gekund als arts, maar zijn gemeente dreigde met de stopzetting van zijn uitkering. Nu werkt hij als hulp in een gezondheidscentrum. Hij assisteert de ouderen bij het opstaan, wassen en de maaltijden. Hij mag nog geen pleisters plakken of paracetamol geven. De Syrische plastische chirurgen Dania en Mustafa mochten van hun gemeente wel studeren met behoud van hun uitkering. Fulltime, maar niet continu. Want om het uur moesten ze elkaar afwisselen om voor hun 2-jarige zoon te zorgen. Recht op kinderopvang hebben ze niet. De Syrische kaakchirurg Sama moest 4 jaar lang terug naar de schoolbanken voor de herwaardering van haar diploma. Ondertussen werkte zij onbetaald als tandartsassistent en mondhygiënist. Dat ze nog geen gaatjes mocht voelen, terwijl ze honderden ingewikkelde kaakoperaties achter de rug had, stond voor haar symbool voor alles wat je als vluchteling doormaakt. Je laat je hele leven achter je en begin helemaal opnieuw, terwijl je daar niet voor hebt gekozen. Gelukkig was haar drive groter dan haar verdriet om dit verlies. Inmiddels werkt Sama weer als tandarts. Ook goed voor Nederland, want we weten het met z'n allen dat er een schreeuwende tekort is aan tandartsen. Sama is niet de enige die weer aan de slag is als tandarts. Onlangs moest ik een wortelkanaalbehandeling ondergaan. Mijn tandarts droeg een hoofddoek en ik hoorde een licht accent. Ik was te nieuwsgierig en vroeg, waar stond uw wieg? In Irak, antwoordde ze met een vriendelijke glimlach. Ze was in Irak al tandarts en had in Nederland opnieuw een studie en examen gedaan. Met behulp van het UAF. Dit was met stip mijn leukste tandartsbezoek en wortelkanaalbehandeling. Maanden later lag ik opnieuw in de tandartsstoel. En het is waar. Ditmaal voor implantaat. Ook bij deze tandarts hoorde ik een licht accent. Dus stelde ik wederom mijn waar stond uw wieg vraag. In Syrië, antwoordde hij met een vlotte babbel. Ook hij had met behulp van het UAF gestudeerd. Nou, 2 keer in de korte tijd was ik behandeld door tandartsen die hun thuisland waren ontvlucht en hun kennis en ervaring in Nederland benutten. Wat een prachtige voorbeelden van succesvolle integratie. Ik zou er bijna hierdoor mij gaan verheugen op mijn volgende tandartsafspraak. Maar ik weet ook dat dit toevaltreffers waren. Alsof dat de Nationale Postcode Loterij 2 keer in mijn straat viel. Ik weet dat veel gevluchte professionals nooit meer op hun oude niveau aan het werk komen.
doodzonde is dat. Voor hen en voor ons allemaal. Ik vind het ook daarom heel erg jammer dat het er naar uitziet dat de nieuwe inburgeringswet dit niet gaat repareren. Hoogopgeleide vluchtelingen boven de 28 jaar hoeven niet te rekenen op overheidssteun om op hun oud niveau te komen. Deze groep wordt door dit kabinet in feite afgeschreven. Hun talent dreigt verloren te gaan. Waar blijft toch de ambitie van dit kabinet om hier verandering in te brengen? Maar ik beloof u, wij blijven lobbyen. We laten niet los. Lobby is van een lange adem. Dus ik blijf hoopvol. We blijven belangrijke zaken onder de aandacht te brengen. Met succes. Voor succesvolle lobby en voor ons begeleidingswerk is het belangrijk om het over harde onderzoeksresultaten te beschikken over wat werkt en wat niet. Daarom hebben we samen met de Hogeschool Utrecht het initiatief genomen om een bijzonder lectoraat in te stellen. Een bijzonder lectoraat bundelt inzichten en ervaringen en kan leiden tot een methodisch handelingperspectief. Bij voorkeur een soort IKEA-handleiding van hoe begeleid ik vluchtelingen duurzaam naar werk. Vorige maand was het zover. Toen is Leonard de Bel voor een periode van 4 jaar aangesteld als bijzonder lector bevorderen van duurzaam arbeidsparticipatie van vluchtelingen. Ik ben hoopvol dat dit lectoraat ons veel gaat opleveren. Ik ga bijna afronden. Ik wil iedereen in de zaal bedanken. Jullie hebben allemaal op jullie eigen manier je nek uitgestoken, geduld gehad en hard gewerkt. We blijven hongerig, maar laten we het vandaag proosten op wat wij al hebben bereikt. Ik wil jullie allemaal uitnodigen om op te staan voor zover dat je kan en je buurman, je buurvrouw voor, achter, naast je en het dikke, vette high five te geven. Dus als jullie even gaan staan, als jullie kunnen staan, dan geef maar even een high five. En blijven staan alsjeblieft. Blijf even staan, wat fijn. Het werkt. Blijven staan. Ik ben trots op jullie allemaal. En omdat ik hier toch sta en jullie aandacht heb, wil ik tot slot aan jullie meegeven. Blijf nieuwsgierig. Blijf je mening geven en durf het verschil te maken. Bedankt voor jullie aandacht. APPLAUS